Zo, het is tijd voor mij om naar school te gaan. Het is inmiddels 7:45. Mijn accu is door al het geblaf helemaal totaal leeg. Ik zit in een wachtrij. Ik ben inmiddels nummer 5 van 11. En ik ga nu naar boven. Ik ga even mijn video editen ondertussen. Goedemorgen. De familie Hoestke Grochel meldt zich. Aangenaam. En ik heb zo spierpijn nog steeds. Wel een paar zitten mol al genomen. Maar ja, ik kan hem nog niet echt op. Ik ga even een accu wisselen. En dan ga ik eventjes ontbijtje. Ik heb een shake gemaakt. Ik zei dus, ik heb een aardbeien shake gemaakt. Die ga ik even opeten. En daarna ga ik lekker eventjes TV kijken, even nieuws bijwerken, tenminste bij luisteren moet ik zeggen. En dan op naar het werk. Hele lange dag vandaag, ik ben pas om 5:30 thuis, gok ik. Dus ja, gelukkig is dit deel 1 van 2 in deze vlog, dus dat scheelt. Daarom doe ik eigenlijk ook altijd op dinsdag een andere video. Omdat ik gewoon weinig tijd heb om te vloggen. Daarom dus vandaar de huishoudvideo die op dinsdag uitkomt. En zie je deze video dus op woensdag. En dat is dus een samenvatting van de dinsdag en de woensdag bij elkaar. Goed, shake tijd. Zo, het is tijd voor mij om naar school te gaan. Het is inmiddels 7:45. Ravi die ligt lekker op de bank. Ik ga aan het werk. Ik zie jullie aan het eind van de dag weer. Laat dus, zoals ik eerder al zei, 5:00. Dus tot dan. Dag. Goedenavond. Ja, inmiddels is het al 7:15. Ik was hartstikke laat thuis. We hebben wel lekker gegeten. Ik had aardappels in de airfryer gegooid. Groenten en vleesje. Ik had nog... En een bloemkool, dus een beetje bloemkool liggen en een beetje broccoli, dat bij elkaar was prima. Maar er is een pakketje binnengekomen, want de dekbedgate komt tot een einde. Ik heb 2 dekbedhoezen gevonden, ja ja. Bij de HEMA. De eerste, die is een vrij eenvoudige. Nou ja, eenvoudig. Deze is juist de drukke van de 2. Hop. Het is een, oh dat pakket is glad. Eentje met vlekjes. Grijs, een beetje licht zoals ik nu ook heb. Ik vind hem heel erg leuk. En hij is aan 2 kanten te gebruiken. Dus dat vond ik ook wel heel erg handig. Kun je hem ook nog even maken. Maar die moet eerst natuurlijk even in de was. En ik heb een... Oh, deze is al even open geweest. Een flanelle hoeslaken. Lekker warm voor in de winter. Ik heb altijd koud. Dus ja, die is mooi gewoon even grijs. Dat vind ik dan wel weer oké. Ik had liever even een motiefje gehad. Maar... Die waren of allemaal van dat hele felle motiefje dat ik echt dacht van, ga weg zeg maar. Maar deze ben ik echt heel blij mee. Bij de HEMA dus, met korting. Helemaal leuk, met dank aan Valerie. Want die heeft een kortingspas. Dus die heeft ze voor mij besteld en bij mij af laten leveren. Helemaal tof. Ik ben er erg blij mee, dankjewel. Drukke dag gehad. Hele drukke dag. Daarom was ik ook zo, alle barsten slaat thuis. Hebben we echt gewoon, nou ja, net het eten op. En het is... 7:50. Ik heb wel nog een rondje met Ravi even gelopen toen ik thuis kwam. Maar nou ja, hele drukke dag. Goed, morgen eindelijk naar de huisarts. Ik ben gelukkig negatief getest. Ik had ook eigenlijk niet anders verwacht, want nou ja, die zie ik zo dagelijks op het moment. Dat is even niet anders. Het moet maar even zoals het moet. Maar dat betekent wel dat ik naar de huisarts kan. En daar ben ik blij mee, want dan kan ik hopelijk wat krijgen tegen dat hoesten. Want inmiddels doet alles me zeer in mijn ribben. Heb ik overal spierpijn. Als ik beweeg doet het zeer. En het is de hoog tijd dat daar wat mee gaat gebeuren. Maar goed. Ik ga nu heel eventjes boven een beetje rommelen. Ik ga even die dekbedhoes uitpakken. En ik moet nog even naar de Deen. Want ik heb geen vleeswaar meer vanmorgen. Ook wel een dingetje om even te halen. Ik zei Deen. Ik bedoel natuurlijk DK-markt. Want de Deen bestaat niet meer bij ons.
Video aanmaken. Hm? Video aanmaken. Ja. Maar mijn dekbed even aan het doen dat hij in de wasmachine kan. Die moet even uitgewassen moeten zijn. Wat? Mijn accu is door al het geblaf helemaal totaal leeg. Dus ik ga naar mijn bed toe. Ik ga ook weer morgen editen. Ik ben zo moe. En ik denk, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan nu wakker blijven. Maar ik neem lekker nog wat dennenkloppensiroop extra sterk. En dan ga ik heerlijk lang uit in mijn bed. Dus ik zie jullie morgen weer in het vervolg van deze video. Goedemorgen. Ja, mijn haar zit heel raar, maar het gaat zo meteen een knot in. Dus dat heeft niet zo heel veel nut om daar nu van alles in te gaan stoppen of om het uitgebreid te gaan wassen en zo. Dat doe ik vanavond wel even lekker. Maar dat heeft nu niet zoveel zin, want ik ga zo meteen een kookles draaien. Dus ja, dan lukt dat niet. Ik ga nog eventjes me klaarmaken voor school. Ik heb op school nog een lunch, dus die hoef ik niet mee te nemen. Wat moet ik verder nog meenemen? Mijn tas, mijn jas. Een regenjas, want het regent. En ik hoop dat we vandaag een klein beetje zon gaan zien. Want ik word een beetje lach van alleen maar dat grijze. Ik weet niet of meer mensen daar last van hebben. Maar ik hou niet zo van dat grijze de hele dag. En gisteren heb ik überhaupt geen daglicht gezien buiten. Want ja, niet gevoeld zeg maar. Want ik ben aan het werk gegaan toen het nog donker was. En ik kwam terug toen het ook alweer donker was. Dus ja, ben ik nooit zo happy mee. Ik wil graag een zonnetje zien vandaag. Ik hoop dat dat gaat lukken. In elk geval zie ik jullie vanavond weer. Ik ben niet al te laat thuis, dus dat is wel lekker. En dan hoop ik dat ik vannacht eindelijk kan slapen, want vanmiddag mag ik naar de dokter. Dus laat het hopen dat ik dan iets kan krijgen, dat ik een klein beetje beter kan slapen omdat ik minder hoest. Ik ben moe genoeg, daar ligt het niet aan. Ik val prima in slaap, maar die stomme kriebelhoest. Helemaal klaar mee. Hallo, het blafbeest is weer thuis. De hond ook overigens. Maar ik ga zo slaafvinkjes bakken. En lekker een soetje ervan maken. Want ik ga spruitjes eten. Ik dan. En Emily eet broccoli. En aardappeltjes erbij. Dus ik ga eens even eten brouwen. Het is 3:30. Oh nee, 4:00 inmiddels. Ik ben naar de huisarts geweest. En bronchitis. Was ik al een beetje bang voor. Maar nu eerst maar eens even aardappels schillen. Ik wil van de spruitjes lekker spruitjesstampels maken. En dat is mijn telefoon. Dat is ook voor morgen dan. Voor mij. Dat vind ik zo ontzettend lekker. Ik ben sowieso gek op spruitjes. Maar spruitjesstampot vind ik helemaal heel erg lekker. Dus dat ga ik even maken. En de broccoli even doen. En zo even gewoon, nou ja, de huishoudelijke dingen. Ik wil vanavond hier even dweilen. Er lag een plasje water voor de deur. Daar heb ik ingelopen en vraag ingelopen. Dus nu gaan er gewoon neelspoor van pootjes en voeten. De kamer in, dus die moet ik straks even dweilen. En ik wil mijn bed verschonen vanavond. Emily heeft beloofd om daar even mee te helpen. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar nu, piepersjassen.
Inmiddels staat het eten achter mij op. Ben ik even Enzo Knol aan het kijken. Die zit in New York. En het is niet dat ik Enzo per se super leuk vind. Het is heerlijk achtergrondgeluid. Kijk, daar staat hij. Nou ja, dit is Myron dan. Maar ik vind dat gewoon wel grappig als achtergrond. Ondertussen was ik bezig om een knollen te verkopen in Animal Crossing. Maar dat lukt nog niet zo. Dus daar moet ik nog even wat anders aan doen. En heb ik ook een heel leuk idee voor de kerstvideo's. Maar daarover, dat ga je zelf wel merken. Komen er 12. Ja, met hetzelfde thema. Onderwerp, item, ding. Maar je gaat wel merken. Ik zit in een wachtrij. Ik ben inmiddels nummer 5 van 11. En ik ga nu naar boven, want ik ga even een video editen ondertussen. Maar ik heb hier even lekker gedweld, zoals je hebt kunnen zien, met een rondje met Raafje gelopen. Oh, even de lichtjes aan. Mijn bed ga ik morgen verschonen, heb ik besloten. Ik heb zoveel spierpijn nu van het hoesten, dat ik dat even tot rust wil laten komen. En het is vooral spierpijn in mijn ribben. Links en rechts, sorry. Daar. En dan traplopen. Dan... Dat is niet zo fijn, zeg maar. Dus ik ben nu aan het wachten op een dodo-code. Ik zit er weer helemaal in sinds de update. Dat is wel heel leuk. Laptop aan. Editen. Daar liggen er 2. Gaan we eens even wat mee doen. Wat ben je allemaal aan het doen? Je zit aan mijn aandacht te trekken. Ja, we gaan zo meteen nog een rondje doen. Ja. Ja, maar je moet nog heel even geduld hebben. Het is nog maar heel vroeg. Ja, het is 8:30, schat. Als ik nu met jou ga plassen, dan is het veel te vroeg. We gaan op z'n vroegst pas om 10:00. Of wil je heel graag naar bed? Dat kan ook. Wat is er? Je bent allemaal verhaaltjes, hè? Je bent echt aan het kletsen en aan het doen. En als de mensen dit zien, ben je al jaren geweest. Ja. Hé? Waar is Rad? Waar is Rad? Ja, daar is Rad. Kom, we gaan Rad pakken. Oh, waar is Rad? Is Rad hier? Oh, is hier Rad? Hier is je Rad. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, je wilt er altijd waar ik hem vast heb, hè? Oeh, wat ben je gevaarlijk. Wat ben je gevaarlijk. Met je kwispelstaart. Oeh, ja. Zo, ga Rad maar even doodmaken. Gaat Rad op de bank? Nee. Ik mag hem gewoon pakken, hè? Mm-hmm.
heb je gewonnen. Oeh, ja. Je hebt gewonnen. Het is jouw prooi, hè? Mijn kussen ligt op de grond. Dit klinkt inmiddels meer als een dood jong eendje, zeg maar, dan als een vos. De piep is een beetje stuk. Raffi, Raffi. Oh, ga je hem pakken? Ga je hem pakken? Oh, toch maar niet. Die wil toch liever ratten, hè? Rat en eend zijn jouw favorieten. Kijk wat je met eend doet. Kom maar. Ik ga eens pakken, hoor. Oh, wie moet je nou kiezen? Keuzestress. Raffi, kom. Raffi, kom. Ja, wat was Raffi heerlijk aan het spelen, hè? Hij is zo gek op spelen met zijn knuffels. En hij ruimt ook weer netjes op, hebben we hem geleerd, hè? Van een iemand leggen en dan legt hij ze netjes in de mand. Echt superleuk. Het is vandaag woensdag. En, of misschien vandaag is donderdag, gisteren was het dus woensdag. Ik neem nu even het eindstukje op. En hij is over 2 dagjes jarig, de 20ste. Dan wordt hij alweer 3. Superleuk, dus ik ben benieuwd. Ik ben een beetje aan het rondsnuffelen wat hij voor cadeautje moet krijgen, want ja. Ook hij krijgt natuurlijk een verjaardagscadeautje. Knuffels heeft hij wel genoeg. Ik moet nog even verzinnen wat we dan voor hem gaan doen. In elk geval wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik heb je een beetje meegenomen door mijn dag heen. Ik hoop in elk geval dat jij een hele leuke dag hebt gehad. Wens je in elk geval, als je deze video 's morgens kijkt, een hele fijne dag toe. En heb je nou 's avonds gekeken, dan hoop ik dat je een fijne dag hebt gehad. In elk geval slaap lekker dan. En dan zie ik je morgen weer in een hele nieuwe video. Hele fijne dag alvast. Doei. Doei.